Hallo allemaal en welkom bij deze video. Vandaag kijken we samen naar Telenet. Is het aandeel eindelijk koopwaardig na de recente koersdrukval? We bespreken het samen. Maar voor we verder gaan, wil ik een oproep doen om zeker te liken en te subscriben. Hoe meer abonnees wij halen, hoe meer video's ik publiceer. En het motiveert ons natuurlijk enorm om gewoon free content voor jullie te publiceren. Nu, wij bij Beleggers University, wij zijn eigenlijk een beleggersschool. We willen beleggers opleiden. Zowel beginnende beleggers als ervaren beleggers opleiden om beter te gaan beleggen. Maar we willen jullie ook vooral inspireren en motiveren om de beurs te leren kennen en om goede beleggingen te doen. En daarom maken we deze gratis video's. Dus support ons met een duimpje omhoog of een abonneren. Dat maakt ons heel blij. Goed. Laten we onmiddellijk verder gaan met de video. Wat is het profiel van Telenet? Telenet is een Belgisch telecombedrijf met voornamelijk een focus op Vlaanderen. Men heeft ongeveer 2 miljoen klanten met een gemiddelde omzet per klant van 58 euro per maand. En men heeft ook belangrijke mediakanalen in handen in België. Het is een telecombedrijf, dus men heeft al wat schulden. Op zich is dat niet zo erg, want men heeft recurrente inkomsten. Maar wat nu vooral opvalt, is hoe goedkoop het bedrijf staat. Wanneer we kijken naar de koerswinst van 2021, dan staan we aan 4,2 gewaardeerd. En de kaststroom staat aan 3 gewaardeerd. Kortom. Zeer goedkoop. Dividendrendement 6,5%, wat dat dividend voor 2023 wordt op 1 euro gelegd. Dat is redelijk in lijn met andere telecombedrijven. En We denken ook dat dit vooral de voornaamste reden is dat de koers zo hard gedaald is. Telenet heeft zijn dividend verlaagd en daar komen we direct op terug in de volgende slide. Nu, ik heb het al gezegd, het is een typisch telecombedrijf, uh, dus die omzet die blijft redelijk stabiel. Hey, op deze grafiek lijkt het alsof de omzet veel groeit, maar eigenlijk stijgt men maar van 2,4 miljard naar 2,6 miljard op uh, zes jaar tijd. Dus toch wel niet zoveel groei. En de vrije kaststroom zit nu in dalende lijn, omdat men veel investeringen doet in een nieuw netwerk uitbouwen, zoals fiber, 4G, 5G en dergelijke meer. Nu, waarom is de koers gecrashed met 72% sinds 2018? We gaan direct alle redenen bekijken samen. Ten eerste hoge schuldenlast. Beleggers houden daar niet van. Er zorgen over nieuwe concurrentie. Recent werd aangekondigd dat er een nieuwe speler op de Belgische markt mag komen. Maar die speler zal pas binnen 5, 6, 7 jaar een eigen netwerk hebben en kunnen concurreren. Dus daar maak ik me niet te veel zorgen over. Limiet bereikt van de groei. In Vlaanderen zit men een beetje aan het limiet bij Telenet. Men kan amper nog groeien in aantal abonnees. Dus de prijzen moeten dan verhoogd worden, maar daar zit men ook stritjes aan zijn niet te bereiken. Telenet staat bekend als een van de duurdere spelers op de telecommarkt. En dat is natuurlijk een zwakte in tijden waarbij de consument al onder druk staat, zoals nu. Men boekt een lagere vrij kosten door zware investeringen. Streaming, Netflix, Prime, Disney, zorgt voor minder interesse in digitale televisie en kan dus wegen op het bedrag dat mensen betalen per maand, maar ook hoeveel abonnees ze hebben. De verlaging van het dividend werd recent aangekondigd. weegt dus ook op de beurskoers. Uiteraard, al die dividendbeleggers stappen uit. En vooral, het belangrijkste, we zitten momenteel in een transitiefase met de Netco. En daar gaan we nu op ingaan. Wat is de Netco? Netco is een nieuw bedrijf dat gestart wordt om de uitrol van fiber in Vlaanderen te doen. Tegen 2028 wilt Telenet 80% van Vlaanderen gedekt hebben met fiberoplossingen. Dus Fluvius en Telenet gaan daarvoor samenwerken. Voor het uitrol van fibernetwerk en de netco. Daarvan zal Telenet 66% in handen hebben. Netco zal volledig geconsolideerd worden in de resultaten van Telenet, maar komt er dus op neer dat intern wel een paar zaken veranderen. Wat vooral belangrijk is, dat men dus samen met Fluvius, die netco, zal 2 miljard euro investeren in acht jaar tijd. En Telenet heeft daarom recent zijn zendmastenportefeuille verkocht, wat dus zo'n 750 miljoen euro opbracht. En dat, dat zal een deel van de kosten dekken. Maar dus er zal nog steeds meer dan een miljard geïnvesteerd moeten worden. Maar dus wat vooral interessant is, is dat die netco, dat het een infrastructuurbedrijf zal zijn, die kan een veel hogere multiple hebben dan een normaal telecombedrijf. Dus als we rekenen op een evb van 11, wat normaal is voor die sector, dan kan die netco een equitywaarde hebben van 3 miljard euro. En het waarde, het, het, de waarde van het telenetgedeelte zal goed zijn voor 1,8 miljard euro. Nu, als we weten dat de huidige beurswaarde... 1,6 miljard euro waard is, dan wil dat zeggen dat gewoon al de netco binnen een paar jaar meer kan waard zijn dan Telenet nu op de beurs. Dus dat toont toch wel aan hoe goedkoop Telenet nu staat. Nu, wat is het dividendprofiel van de komende jaren? Wel, we verwachten 1 euro per jaar dividend. Dat is dus niet veel. Dat is 6,5% bruto. schuldprofiel. Telenet heeft wat schulden, maar positief is wel dat die allemaal vervallen na 2027. Dus men heeft tijd om te investeren. En dan eens NetCo veel inkomsten opbrengt, kan men bijvoorbeeld een deel van de NetCo naar de beurs brengen, een deel verkopen aan andere investeerders. En kan men bijvoorbeeld schulden terug gaan afbouwen. Wat zijn mogelijke koerstriggers? Wel, doordat Telenet nu zo goedkoop staat, speculeren wij vooral op een overname door Liberty Global Group. Dat is het moederbedrijf van Telenet. Zij hebben nu al 59% van Telenet in handen. Dus een overnamebod. Van hun voor de overige uh, 42 is toch wel heel realistisch. Vooral als we kijken naar de liquiditeit van Liberty Global, ze hebben nu 3,3 miljard dollar liquiditeit beschikbaar en daarmee zouden ze makkelijk Telnet van de beurs kunnen halen, want men heeft bovendien al meer dan 50 van Telnet in handen. Dus eigenlijk moet men nog maar een kleine uh, 750 miljoen op tafel leggen en men kan Telnet al kopen. Ook interessant om te zien is dat ze eigenlijk dit jaar besloten hebben om 1,7 miljard dollar te investeren in de terugkoop van eigen aandelen, Liberty Global. Maar met die 1,7 miljard kan je dus gewoon Telenet van de beurs halen. Dus toch wel interessant om te weten. Dan nog een andere koersfiguur is dat Telenet zijn Capital Markets Day doet in september van 2022. Daarin gaat men meer uitleg geven over de samenwerking met Fluvius. En ook de transactie tussen Fluvius en Telenet moet nog goedgekeurd worden door de autoriteiten. Als dit gebeurt. Kan dat een extra koerstrigger zijn? Wat is de conclusie nu voor Telenet? Het aandeel staat zeer goedkoop, daar is geen twijfel over. Uh, maar er zijn uitdagingen die we dus besproken hebben. Bovendien zullen aandeelhouders de komende zeven jaar weinig verdienen aan het aandeel op basis van de dividenden. En er zijn weinig groeivooruitzichten, want het lijkt dat men zijn limieten al bereikt heeft in de Vlaamse markt. Maar dus, dit is een typisch telecom aandeel dat je moet kopen voor de langere termijn, als je daarin geïnteresseerd bent. En er zijn natuurlijk interessante koerstriggers, zoals die mogelijke overname door het moederbedrijf Liberty Global. Maar momenteel koopt die vooral eigen aandelen, dus die lijkt meer geïnteresseerd in zichzelf dan in Telenet, jammer genoeg. Maar de huidige waardering is natuurlijk wel zeer aantrekkelijk. Volgens mij is het aandeel gewoon koopwaardig. Koersdoel minstens 20 euro, 30% potentieel vanaf de huidige koers. Dan zodra de netco is uitgebouwd kan de koers zelfs terug naar 30 euro. Dat zou goed zijn voor een potentieel van 100%. En zelfs dan zou de waardering niet overdreven duur zijn. Dus hou er rekening mee dat dit een long-term investment is. Het kan lang duren voordat de koers terug stijgt. Maar de huidige waardering biedt toch wel echt een koopkans volgens mij. En daarom wil ik er ook per se een video van maken. Uh, als je dus wilt kopen in Telenet, in een telecombedrijf. Een iets min of meer veilig stabiel aandeel. Normaal gezien, zeker aan de huidige koersen. Ik denk dat het laagste niveau is. Sinds de beursgang, dan, uh, ja, dan is het nu toch wel het moment. Like en subscribe voor meer video's. Hoe meer mensen abonneren, hoe meer video's ik maak. Goed? Ciao.